Ik heb een hele leuke foto die heel vaak gepubliceerd wordt. Daar lig ik in de frunk. Dat kan hier ook. Maar eigenlijk is het meer een plek waar je je mobiele telefoon met lader kunt opladen. Dan dat je daar nou gewoon in kunt zitten. Mijn kinderen kunnen in de frunk van de tent. Maar moet je dit zien? Dit is toch echt... Het is wel een vinkje op de specificaties, maar tja. Niels, je bent van Jaguar. Je hebt zeker een vreselijke tijd met deze auto. Vreselijk goed, ja. Ja? Kan je vreselijk goed. Oké, de Jaguar I-Pace, hij staat hier even. Wanneer kunnen we hem nou eigenlijk bestellen bij de dealer? Hij is al bestelbaar sinds begin het jaar, 1 maart kan je hem bestellen en dit jaar gaan we zeker leveren. Ja, hij staat nu bij de dealer, hè? Hij staat nu bij de dealer, echt letterlijk vandaag. Vandaag staat hij bij de dealer. En waar staat de order teller op? Nu bijna 2500 voor Nederland. He? 2500. 2500 voor Nederland. En die krijgen ze, moeten ze allemaal dus gewoon dit jaar krijgen, want anders dan zit die 4% bijtelling er niet tussendoor. Ja. En gaat dat lukken? We doen alles. Alles om dat te laten lukken. Ja, ik hoorde van Oostenrijk en van Duitsland. Iedereen klaagt steen en been dat alle Jaguars die gemaakt worden naar Nederland gaan. Een heel groot aandeel. We hebben natuurlijk voordeel dat hij niet op de boot hoeft, niet op de trein. Dus dichtbij. Okay. Dus snel gaan we ze halen. Vertel even de pitch. Waarom is dit nou zo'n leuke auto? Waarom is dit nou zo'n leuke auto? Ja, nee, als we even vergelijken. Waarom zou ik nog geen... Ik moet gewoon kiezen tussen deze en een Model S van Tesla. Waarom zou ik dan deze kiezen? Nou, ten eerste is het een Jaguar. En dat zie je eigenlijk overal aan terug. In het hele DNA van deze auto is Jaguar terug te vinden. Oké, 1. Het is een Jaguar. Nou, dat was me inderdaad opgevallen. En wat is dan het voordeel daarvan? Het voordeel is het design. Ja. Dus je ziet die mooie grill, de lichtinlet en gewoon de brede heupen wat het een echte Jaguar maakt. Okay. Ja, prachtige silhouet wat je terugvindt in een Jaguar. Het design is echt Jaguar. Nou, ga verder. Range, WLTP, 480. Hetzelfde als Tesla ongeveer, maar in ieder geval de eerste die in de buurt komt van Tesla. Dat is al heel mooi van de bekende merken. Ja, Tesla maakt gebruik van lithium-ion ook, net zoals wij, maar dan van de cellen. Wij maken van de pouch cells, of eigenlijk zakjes in de accu maken wij gebruik. Je hebt betere accu's. En waarom zijn die beter? Vanwege thermomanagement. We kunnen makkelijker de accu's, de pouch cells, zeg maar, koelen. Ja. Waardoor het ervoor zorgt dat tijdens het rijden beter gekoeld wordt, maar ook tijdens het superchargen. Ja. Dus als jij deze in de Nuremberger ring uitprobeert en je bent als een gek aan het scheuren, dan zeg jij deze houdt het vol? Deze houdt het heel goed vol, ja. En die Tesla die is op een gegeven moment na 10 minuten overheated? Nee, die zal het ook wel goed volhouden, maar die hoor je wel goed koelen, ja. Nee, die houdt het niet zo lang vol. Na verloop van tijd in de Nuremberging, dat gaan we nog eens testen. We gaan deze in de Nuremberging samen met de Tesla, want ik hoorde dat de Tesla altijd na 10 minuten ermee uitscheidt. Dan wordt hij te heet. En deze zou dat beter moeten kunnen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Dat vond ik een leuk argument. Betere accu's. Wat nog meer? Accu's, standaard ook een warmtepomp. Ik had begrepen, misschien correct me wrong, dat Tesla nog geen warmtepomp had. Goh, ik rij al 5 jaar Tesla. Heeft een Tesla een warmtepomp? Of weet jij dat, Hans? Het is lekker warm in de winter. We hebben geen warmtepomp. Oké, dus hij heeft een warmtepomp, dus hij heeft minder last van de kou. Dus dat is een argument. En ik wil het trouwens benadrukken, ik zeg niet dat het beter is. Ik zeg alleen wat er anders is. Nee, maar dan heb je minder, dat kost minder energie dan gewoon met gloeidraadjes, zeg maar. Wat nog meer? Dan had ik even over inderdaad de accu's. De elektromotoren maken gebruik dan van permanente magneten. Wat zorgt dat de motoren, je hebt permanente magneten. En je zei Ford en Tesla, die maken gebruik van inductiemagneten. En jullie van permanent. En dat betekent wat? Heel simpel uitgelegd. Dat jij... Ja, doe maar voor simpel, want zoveel begrijp ik er niet van. Heel technisch, maar heel simpel uitgelegd is dat ze gewoon meer componenten in zitten wat ze efficiënter maakt. Dus je hebt minder verlies en energie door de draaiende componenten. Oké, je zou zeggen, zij gebruiken minder, deze gebruikt minder kilowattuur dankzij een efficiëntere motor. Maar de CEV-versie, de C is niet zo goed, niet zoals Tesla. Model S, klopt. De Model S is beter, want jullie hebben dan hier weer lucht wat je naar binnen zuigt, zeg maar. Model S en Model X zijn inderdaad qua luchtweerstand beter. Ja. Dat is ook een keuze geweest van gaan we heel erg zitten op aerodynamica. Dit is gewoon cool. Maar daarin wilde, het moest een Jaguar blijven. Ja. Okay. En dat was belangrijker dan de luchtweerstand. Prima, heel goed. Hey, als je kijkt over hoe die rijdt, zeg maar, vergeleken met de Model S. Wat rapporteren alle journalisten? Ja, alleen maar positief. Ik zou zeggen, lees het zelf. Ja, ik lees het ook zelf. En je kunt deze ook gewoon door een rivier rijden en met 20 graden en dat soort dingen. Oké, hij begint bij 80.000, maar wat voor opties kies ik dan waardoor ik dan op 95 uitkom? Dat zou ik sowieso voor het panoramadak. Dat zou ik zeker aanraden.
En dat is denk ik een van de belangrijkste opties. En de rest is denk ik allemaal wel extra dingen die natuurlijk het leven een stuk aangenamer maken. Zoals, maar noem eens wat? Cruise Control, Active Steering Assist, wat we kennen van Tesla met de auto. Oh, die zitten, oh ja. Wat kost dat, zo'n auto, zo'n autopilot? Oeh, dat weet ik niet, durf ik niet aan mijn hoofd te zeggen. Maar als je die dus optie neemt, zit je op 95.000, 95.000 met 4% bijtelling. Luchtvering. Luchtvering, dus dat zijn allemaal de dingen die Tesla eigenlijk ook heeft. Ik ben heel benieuwd hoe goed is jullie autopilot? Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk was. Ik heb natuurlijk ook een aantal weken met Tesla kunnen rijden. Ja. En daardoor enigszins kunnen vergelijken. Vertel. Het verschil is Tesla kan inhalen. Ik vond ook wel heel mooi bij Tesla zie je dat alles wel op het scherm. Dus die hebben ze hier ook kunnen namaken. Dus je ziet inderdaad de voorligging. Je kan zelf kiezen wat je afstand is. En ik moet zeggen, het is keurig. Echt heel goed. Hij rijdt gewoon keurig, stabiel. Hij is gewoon goed. Ja. Oké, nou dat ga ik uitproberen. Nou, maar dan is de vraag. Iedereen wil dat ding uitproberen. Wanneer kunnen ze een proefrit maken? Nou, vanaf vandaag zei ik al, staan ze bij de dealers. Ja. En dan zal het echt bij de dealers zijn dat we nog niet heel veel auto's hebben. Dus elke dealer heeft nu één auto. Eén of twee. Ja. Dus inderdaad één in de showroom, eentje om mee te rijden. En natuurlijk met het aantal orders, met het enthousiasme wat we allemaal hebben van de mensen, zullen we geleidelijk aan zo snel mogelijk iedereen natuurlijk... Ja, je hoeft eigenlijk helemaal niet iemand een proefrit te geven, want iedereen heeft ze al gekocht en de hele productie gaat al naar Nederland. Ja. Grotendeels wel, ja. Dames en heren, ja, u kunt vergeten dat u snel een proefrit kunt krijgen. Even voor de lol een proefrit krijgen. Je moet contract tekenen in bloed. En dan misschien krijg je een proefrit, want het is inderdaad gewoon druk. Ja, ja, het is heel druk. Ja. Okay. Nog iets anders over dit ding? Ja, genoeg eigenlijk om te vertellen. Hey, hoeveel verkopen jullie normaal? Jullie verkopen normaal 1500 Land Rovers / Jaguars per jaar, hè? Nee, dat is zeker wel meer. Want Land Rovers doen we veel meer. Het is dan eigenlijk met als je vergelijkt met de Jaguar van de afgelopen jaren, dan zie je dat dit product echt enorm wel bijdraagt aan... Ja, je gaat verdubbelen dankzij dit product. Ja, dit is echt wel een product wat echt wel de dealers inderdaad weer goed laat lachen. Ja, jullie zijn de eerste van de Duitsers en van dingen worden in Oostenrijk gemaakt. Het heeft nog best wel lang geduurd toen Tesla ermee kwam voordat jullie ermee kwamen. Waarom? Je werkt er pas net eigenlijk. Ja. Hè? Dus niet, jij kunt dat niet beantwoorden. Je bent wel de eerste van de serieuzere merken die met een fatsoenlijke elektrische auto komen. Maar het heeft wel lang geduurd. Ja, het heeft inderdaad al geduurd, maar het kost ook veel tijd. Je begint natuurlijk met technologie, wat nieuw is in huis, dan design, die volledig anders is dan welk ander model. Ja. Dan moet je de hele auto nog gaan maken, de fabriek. Dan moet je zelfs nog het gereedschap ontwerpen. Vijf jaar. Oké, we gaan dat ding rijden. Dankjewel voor je komst. Top. Niels, hoi. Hoi. Ik zit hier even met twee willekeurige voorbijgangers. Mag ik u vragen, wat vindt u van om in deze auto te zitten? Geweldig. Hij is heel erg mooi. Heel erg mooi dashboard. En hij heeft head-up display. Dat kan jij nu niet zien. Maar ik zie hiervoor een Jaguar. Ja, ja. En dan zal er ook het dashboard van de auto komen. Dus ik vind hem heel mooi. Dus de look and feel is wel geweldig. En Dirk, wat vind jij daarvan? Ja, prachtige auto. Mooi afgewerkt. Oogt erg luxe. Dus ik ben heel benieuwd hoe die rijdt. Ja, we hebben een enthousiaste pitch gehad. De hele productie is eigenlijk al uitverkocht. Alles gaat naar Nederland toe. Je kunt hem ook bijna niet meer kopen. Maar heb je nog iets wat je daaraan zou willen hebben aan deze auto? Is er nog iets mis? Nou, het enige wat ik zou wensen is een driefase lader. Want dan kan ik thuis ook sneller laden. Maar voor de rest is het een bijna perfecte auto. Ja, want hoe lang duurt het nu om deze auto thuis te laden? Hangt er een beetje vanaf, maar als je uitgaat je 90 kilowatt laden, zal je in de praktijk met zo'n 3,5 kilowatt laden. Ja. En dan ben je wel even bezig en dan is je de nacht niet vol. En dat is eigenlijk... Ja, 24 uur ben je wel even bezig, zeg maar. Ja, wat ze vroeger zeiden, in de oude tijd had je het altijd twee Jaguars. Één bij de garage en één thuis. En nu kan je dat ook zeggen, je hebt er één aan de laadpaal en één om mee te rijden. Zou dit een leuk kandidaat zijn voor als volgende auto voor jou? Nou, dan moet ik nog heel veel geld verdienen. Maar ik zeg nooit nooit. Ja. Yes. Jij vroeg net of we thuiskomen was. Als prijs geen probleem zou zijn, dan zou ik nu mijn plofauto hiervoor indreven. Ja, deze of de Tesla? Ik denk toch deze, Vincent. Ja. Ik denk dat ik toch voor de Tesla ga. Okay. Twee mensen, twee meningen. Een beetje Engelsman heeft een Labrador thuis. Ja. Dus goed, het is een wat vlakke ding, maar het is wel een goed bruikbare kofferruimte. Die Labrador die kan er wel in, maar dan moet je een beetje... Beetje duwen, ja. Ja, beetje ja. Duwen. Maar hieronder heb je nog een bescheiden klein... kun je nog iets kwijt, zeg maar. Ja. Ja.
Hoe vind je de eerste, voor de eerste elektrische auto? Het is een mooie auto en het is een welkome aanvulling. Zoveel aanbod is er niet, dus het is mooi dat er wat bij komt. Dus eigenlijk tot nu toe was het alleen maar Tesla of Nissan. Ja. En dan komt een Jaguar bij en volgend jaar een Audi. Dus er komt wat meer keus. Ja. Alleen dan nog wat meer aanbod in het normale. Wat denk je daarvan wat er komt? Nou, we weten wat er nu komen. Er komt een Kia, er komt een Hyundai aan. Maar het duurt allemaal wel erg lang. Ja, alles duurt gewoon 3 jaar langer. Hè? Maar we krijgen in 2019, 2020 krijgen we dus 40.000 euro auto's die ook 500 kilometer kunnen rijden. Ja, maar we horen dat al zo lang. Dat het volgend jaar anders wordt. En elk jaar is het volgend jaar wordt het anders en dan komen er meer auto's. Ja, en dan komen ze volgend jaar en dan hebben ze hem geïntroduceerd. En dan mag je dan gaan bestellen. En dan moet je weer een jaar wachten. Dan heb je weer 1-fase lading. En dan... Uitdagingen genoeg, maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Dames en heren, de elektrische revolutie komt, maar god, wat duurt dat toch lang!